SC Amersfoort, Jetske Moot. Op baan 2 voor deze MPC, Frauke Ludwig. Op baan 3 voor de Dinkel, Ike Groene. Op baan 4 voor Blue Marlins, Lotte Bosper. Op baan 5 voor de WS Twente, Lieke Oude Lenvering. Op baan 6 voor Blue Marlins, Shelby Kassen. Op baan 7 voor de Dolfijn, Alinda Dingshoff. En op baan 8 voor de Dolfijn, Eefje Irvine. Dit is de dames 200 meter rugslag A-finale. Leiding is de eerste 50 meter is voor Lotte Bosper. De vorige ronde de snelste tijd. Dat vindt ze in een tijd van 2:06:63. We weten haar persoonlijke recordtijd is 2:06:38. Dat vond zij in Berlijn. Oktober van dit jaar. Heel veel verschil ten opzichte van vanmorgen. 29:86 in ieder geval is wel op weg naar persoonlijke record voor Bosper. Onder die tijd is 100ste van de seconde langzamer dan vanmorgen in ieder geval. We zijn dus gefinished in de tijd van 2:06:63. Bosper nu op 100 meter in 1:01:78. Ze gaat nog steeds aan kop. Oude Lenvering in de tweede positie. En Groener in de derde positie. En dat blijft ook zo ten opzichte van de 50 meter keerpunt. Oude Lenvering kunnen ze in 2:11:45 vanmorgen. Groener in 2:12:93. De Groener is vanmorgen een PR gezwommen. Oude Lenverings PR is 2:10:25. Frauke Ludwig zijn naar de derde positie toe. In 1:38:34 zit zij daar van onder Nederlandse voor junioren op 105 meter in ieder geval. Hier gaat Bosper nu naar de finish toe. We zien haar aantikken in een tijd van 2:06:65. Oude Lenvering als tweede in 2:09:61. Frauke Ludwig zet 2:12:12 en dat betekent nieuw Nederlands junioren record. De derde aantik in deze A-finale was voor Shelby Kassen 2:11:72. Tijdens een officieel, dames en heren, uw applaus voor de nieuwe Nederlands kampioene Lotte Bosper. We gaan verder met de heren 50 meter schoolslag parafinale. Met op baan 3 Josh Renkema. Op baan 4 Thomas van Landrooy.